goede avond. We zijn nu in Antwerpen en ik ga jullie echt even meenemen achter de schermen. Een aantal heren zijn weer begonnen. Het is een nieuwe kickboxseizoen. En ik ga jullie meenemen, want wij zijn, net als hoe ik altijd al zeg, wij zijn anders dan de rest. Wij zijn veel beter. En wij laten jullie echt zien wat er achter de schermen gebeurt. Een aantal van de vechters zullen gefocust zijn. Een aantal van de vechters zullen niet met me willen praten, maar hij wel. Hij wel. Hij wel. Hij wel. En focus, hij lijkt gefocust, man. Hij lijkt gefocust. Nee, man, nee, man. Zijn niet gefocust. Wat gaat het worden volgens jou? Winst. Winst. Wins. Eerste, wins. Tweede, derde, nee, vier. Dat durf ik niet te zeggen, man, zeven. Maar ik denk wel één. Tweede ronde, man, sowieso. Tweede ronde, winst. Bro. Tweede ronde, sowieso. Tweede ronde, titel. Je hebt het gezegd, Mr. Smith. Hij heeft het gezegd. Dus we zijn benieuwd, man. Dus we gaan jullie even meenemen. Ga je naar de kleedkamer? Ja, ik ga je naar. Oké. Okay. Hij gaat naar de kleedkamer en wij gaan ook naar de kleedkamer. Dus we gaan even het kamertje omdraaien. En dan mag je low, ja, man. Ja. Heb je Amudina gezien? Nee, man. Nobody gezien, man. Oh. Zometeen gaan we een beetje opwarmen, toch? Hé! Hey! Die zag ik niet. Oh. Oké, van rechts naar links. Hoi. Ai, ai. Weet het toch? Hai. Al Pacino. Aanwezig. Wat denk je? Wat? Que pasa? Naar voren. Hij of ik? Naar voren. Ja, ik zie het. Hoe is het? Van Spanje, man. Met jou? Je moet in de camera kijken, natuurlijk. Gaat het? Kijk, bij mooie mensen ga ik altijd dichtbij, snap je? Dus zo doen we die dingen. Dus wij gaan nu een beetje... Ik ga jongen. Ja? Ja! Nog een beetje toch? Een beetje. Valt wel mee. Afrika! Dus altijd. Altijd, sowieso. Hoe is het, bro? Alles goed? Relax. We hebben kaartje gekregen. Bij het press. Kijk, we hebben kaartje gekregen. Hey, lieve press. Zometeen bij de warming-up zijn we er, man. Heb je gezien Sarah the Warrior? Opgave twee ronde. Wat heb je? Heb jij opgegeven? Denk je dat? Oh. Zij kan nooit opgeven. Die was goed, hè? Anders zou je niet zo blij zijn. Wat ging goed? Alles eigenlijk. Ik voel me heel sterk. En ik luister heel goed naar mijn trainer. Dat is wel een belangrijkste. Ze luisterde heel goed naar wie? Ja, tuurlijk. Zonder hem vecht je niet. Nee, oké, maar wat voor soort tegenstander was het? Neem me mee. Nou, ze is ook een heel goed meisje ongeslagen ook. Heel sterk in de clinch, heel sterk met hoge trappen. En we hebben haar spel overgenomen, dus we hebben haar clinch overgenomen. En toen raakte ze uit het spel. Heerlijk. Dus ja. Heb je hard moeten trainen hiervoor? Ja, ik train altijd hard, maar ik deed het ook tegen. Wat is hard? Twee keer per dag gewoon. Vijf dagen per week en zo. Dus hoe voelt het nu je deze winst hebt binnengehaald? Heerlijk. Heb je echt? Wat 27 oktober moet ik voor de wereldtitel in Fusion. 27? Oktober. En dat is in? Oberhausen. Oké, dan. Dus ik moest deze wel winnen, ja. Oké, dan. Dus even. Dus sowieso super sterk. Dus dat betekent 27 oktober neem je de titel mee naar huis? Sowieso. Is goed, man. Ik wens je succes. Dankjewel. Sowieso. We zijn er weer. Hey. Yes. Ja, Sarah heeft precies gedaan wat ze moest doen. We wisten wat de sterke punten waren van haar tegenstander. Daar hebben we goed op geanticipeerd. We hebben een goede plan gemaakt en dat heeft ze keurig uitgewerkt. Nu klaarmaken voor 27 oktober Oberhausen en Fusion wereldtitel 67 kilo. En ook die gaan we weer meenemen, inshallah. Heerlijk. En stel dat er nou andere dames zijn die zeggen van, hey, ik wil ook wereldkampioen worden. Waar moeten ze aankloppen? Dan mogen ze bij Infusion aankloppen. En niet bij jou? Wij kloppen bij niemand aan en mag ook niemand bij ons aankloppen. Ah. Wij worden alleen gebeld. Er wordt gezegd wanneer we klaar moeten staan en wij zorgen dat we klaar staan. Want er is mag iedereen aansluiten en we vechten tegen iedereen. Ja, ja. Heerlijk. Ja, dat is het. Allahu Akbar. Ja. Klare taal. Ja, klare taal. Klare taal. Al Pacino. Tranquilo.
Je weet het toch? Aanwezig man, aanwezig. Team Shade is sowieso. Hier. Team Shade. En is hij er klaar voor? Hij is zeker klaar. Waar zit hij? Waar zit hij? Waar zit hij? Blauwe deur. Blauwe deur. We gaan er even naartoe. We gaan er even naartoe. We gaan even kijken. Oh oh. Yes, zeker weten. Zeker weten. Hoe gaat het? Veel mensen, de oude garde kent je. De oude garde kent je. Voor de mensen die je niet kennen. De mensen die je niet kennen. Moeilijk voor mij te begrijpen, maar... We gaan het vanavond zien. Vanavond gaan ze zien. Het is een comeback. Ik wens je veel succes. Dankjewel. En ik heb er vertrouwen in. Ja, dankjewel. 100%. Dankjewel. Hey, we zijn daar toch. Ontspannen. Hey, waarvoor moet ze bij je komen? Want ik zie dat je ook bezig bent met het een en ander. Voeding, conditie, paardenpad rennen. Maar ja, conditie of geen conditie, ik maak je kapot op die paard. Waar kunnen ze je vinden dan? Mariehoeven. Kleine loop, Mariehoeven. Wat is je naam? Sommigen kennen je, sommigen kennen je niet. Iedereen moet zichzelf hier gewoon voorstellen. Punt uit. Ik ben Jack Zakman, ik kom een beetje uit de tijd van Moesit, van Lucien, van Cabin, de hele Mikmak, jaren 80, jaren 90. Belani, alle oldschool vechters, man. Heerlijk. Jack Snack, Jack Zakman, Jack Skiphawk, alles. Prep Muse, Jack's Conditie. Alles. Oosh. Alles. Jack. Soul food lekker man, hey, we zijn hier in de building. Zo, Ismaël Ben Ali dingen, oké, man. Hey, wie heb je allemaal sorry. Erop staan? Sorry, laat me het goed zetten, man, anders zie je hem 3D. Zo zie je hem beter, joh. Brede dingen, man, jongen. Ik kan even ijs regelen van die dingen. Hoe is het man? Goed. En hoe gaat het? Goed. Goed. We hebben net Ben Ali even opgewarmd. Ziet er scherp uit. Krachtig. Trappen zijn snel. Dus maak je geen zorgen. Sowieso. We gaan. Kijk, jij bent sowieso mijn maatje. We komen uit Den Haag. Je weet hoe we het doen. Dus ik ga eventjes langs andere kleedkamers. En dan, in hoeveel tijd moet je vechten? Drie partijen. Dat houdt in ongeveer zo'n 40, 30 minuten. Een half uurtje. 30 minuten. Dat is geen KO's vallen. Voor sommige mensen is het natuurlijk raar te bevatten. Je moet over 30 minuten vechten. Ja, maar je ziet er zo cool uit. Ontspannen, altijd ontspannen. Je ziet er zo cool uit. Voor veel mensen is dat niet te bevatten. Als je zo'n team hebt, bro, dan nee toch? Dan ben je gewoon ontspannen toch? Heerlijk man. Ja, ik. In de building. Hey, BDRM, doe rustig hè. Hey, BDRM, doe rustig hè. Ik hou je in de gaten hè. Just the move. Sowieso toch? Goedendag dames en heren, welkom in de kleedkamer van deze vechters. Het is gevaarlijk, heel gevaarlijk. Heb je er zin in? Ja, sowieso. Moet. We hebben hard getraind. Niks te verliezen, hij heeft veel te verliezen. 18 A-partijen, hij heeft meer dan 60 A-partijen. Ik heb honger, dat is het. Dus, maar ik heb veel respect naar hem toe. Super veel respect. Hij heeft lange tijd niets gedaan. En ja, je weet nu is het jouw tijd. Ja, klaar. Iedereen mooi, moet ik zeggen. Iedereen heeft een tijd van komen en gaan. En dit is mijn tijd om te komen. 100%. 15 A-partijen, nooit serieus genomen, maar deze keer is serieus. Ben je klaar? Ben je ready? Ja, bro. Sowieso. 100%? 100%. Hoe voel je je? Goed, sterk. 100%. Wat voor soort muziek luister je? Jagga. Jagga. Oké, dan wacht. Ik moet even.
omdat zij verdachten zijn in de zaak. Maar volgens de advocaat van de twee broers... Oké, dus dat betekent, jij gaat een moordzaak plegen zometeen. Hij gaat een moordzaak plegen zometeen in de ring. Let's go, man. We gaan je volgen zometeen. Voor de mensen die je niet kennen, stel jezelf voor. Mijn naam is Jente Namazin. Ik ben in de Black Panthers in Temse. En ik ben 20 jaar oud. Smiley is een baas, nee. We zijn hier met niemand minder dan met Ibrahim. Feitjes, a.k.a. Boezen, a.k.a. alles kunnen. We zijn in de building. Jij moet het weten. Trouwens, ze hebben nu op dit moment hebben ze een korting lopen bij Booster. Als je gewoon mijn naam noemt of je zegt Feitpress, dan krijg je sowieso standaard in Rotterdam en in Den Haag krijg je gewoon een gigantische korting. Hoeveel precies mag ik niet zeggen? Nee, doe maar niet. Hoeveel precies mag ik niet zeggen? Geldig tot 1 oktober. Tot en met 1 oktober is het geldig. En de video komt snel online, want we werken nu veel sneller. Snelle jelle. Denk ik. Snelle jelle. Dus wees er snel bij. Weet het. Bang, bang. Gaat worden. Broer. Wie? Want sommige mensen weten niet over wie het gaat. Over wie gaat het? Broer. Wie tegen wie? Wie tegen wie? Diegene weet wie, broer. Volgende week beginnen we. Smiley, killer papa. Lijs, hij noemde jouw naam voordat hij net ging vechten. Heeft hij gewonnen? Den Bosch, papa. Hij heeft gewonnen, maar die optreden dat was 3 keer niks. Hij is wel gesloopt, man. Precies zoals ik net zei, man. Ik vind het zielig van die optreden 3 keer niks. Dus ik vind persoonlijk dat mijn naam niet meer uit jouw mond mag komen. En hebben we dat hierbij geregeld. Hoes. Chimai! Wat dan? Hij zegt, je moet zijn naam niet in jouw mond zetten. Jullie smile is een dwaas, nee? Jij, ga thuis gaan als vechten. Dat ben ik dus. Ga op die kleine galaxies vechten op die clubkampioenschappen. We gaan eerst een filmpje maken. Wie ben jij? Emily. Wie ben jij? Mesa. Oh. Wie ben jij? De champ. Wie ben jij? Soraya. Wie ben jij? Boy. Wat doen jullie hier zo? Naar Amira. Kijken. Amira, wanneer gaat ze? Moet ze nog? Ja. Oké, dan. Ik wens jullie heel veel succes. Ja, volg fightpress.nl. Harut. We gaan je niet lastigvallen, man. Sorry, man. Oké, luister dan. Ik heb een vraag voor jou. Binnenkort moet... Myrtle vechten tegen Jiraiya. Ze zijn gewikkeld. Wat denk je? Jiraiya natuurlijk. Wordt wel lastig. Wordt het lastig? Kijk, als... Als je nou tegen mij zegt Jiraiya tegen Harut. Jiraiya tegen Harut wie? Dan had ik het wel geweten. Jiraiya tegen Harut wie? Harut, man. Sowieso. Ja, maar is een moeilijke partij. Jiraiya is ook goed. Jiraiya is niet normaal. Hij zit nu wel in de 76 kilo. 77. 77 is het toch? Is anders, hè? Ik hoop wel dat Jiraiya wint. Gaat wel voor ophef zorgen.
heeft conditie. Als hij wint, zorgt het voor ophef. Moesbel heeft af en toe conditie. Ik wil dat hij gaat winnen. Binnenkort moet je tegen Cedric Doumbé vechten. Ik heb zelf een mat. Ben je klaar voor? Zeker, mat. We zijn altijd klaar. Beetje. Oké, dan. In de ring ben je altijd een beest, dus ik geloof wel... Hij hamer. Champ. Yeah, you are the champ. The real people's champ. People love you. Okay, brother? Yes. Wat vind je zo mooi? Hij zo humble blijft. En hij is altijd relaxed en hij loopt naar zijn schoenen. Net veel Thai-boxers. Ja, die hebben 3 keer gewonnen en zeggen, I am the king. Ah, je moet gewoon relaxed blijven. Wie je ook bent. Maakt niet uit, je mag dat maar dat zeggen. Ja, hallo. Wil je deze drinken dan? Wil je deze drinken? Kom maar. Krijg je van mij deze, hier. Nou, dankjewel. Ik voel me ook goed. Mooi zo. Zeker als ik jou zie. Dankjewel. We houden die in de gaten. Oké. Hoes.
Ik heb die camerabeelden van vroeger nog, hè. Die is van lang tijd. We moeten lachen, we moeten blijven lachen. Wie zoek je? De Fogo. Waar is die dan? Hij kan goed dansen, heb ik gehoord. Dat is waar. Tuurlijk. Kinshaka. Ja, Kinshaka. Doe die dans dan. Ja, nee, dat doe die dans dan. Ja, ja, doe die dans dan. Je kent hem, maar je danst niet. Jullie kunnen het wel beter. Kom, kom, kom. Nee, ik dacht dat jij kon dansen. Voor de mensen die je nog niet kennen, wie ben je? Ik ben Noor van Roosmalen. En ik kom voor team Noor van Roosmalen. Vandaag moet je vechten tegen? Dat is de Pitbull, oude K1-vechter. En ik kom voor het slopen, man. Oké, dan. We weten dat je veel power hebt, hij ook. Dus we verwachten dat het een echt een slooppartij wordt. We zullen zien. We zullen zien. Is goed, man. Love. Heerlijk tegen. Hou op, Matty. Jij bent ook mijn Matty. Hij is een lauwe boy. Sowieso. Jij bent een lauwe boy, die laatste nog is. Sowieso. Woes! Woes! Ik weet dat jij zo bent. Ik weet we gaan samen Kunnen samen trainen, weet toch? Ja, toch. Ik ben net jouw broer. We gaan een zweertje. Sorry, bro. Nee. Sorry, maar ik weet, broer, weet toch? Ben je emotioneel in die dingen, weet toch? Jij bent gezond, hè? Broer, je bent paar keer ook goed rijden, weet toch? Maar je hebt niks gek. Ik ook niks, hè? Perfect. Weet toch, het werd een broeder van mij, weet toch? Je ziet dat, boys. Dit is slaaf. Sambrada. Weet toch? 100 jaar. Je weet toch? Ik had pijn toen ik jullie zag vechten, wist je dat? Ik maak geen geintje. Ja, ik weet toch, ik hoop dat wij een mooie pot hebben neergezet, Lofoke, weet toch? Ik denk dat wij verdienen een grotere publiek, broer. Weet toch, snap je man, broer? Weet toch, je hebt hard voor gehoord, weet toch? Ik weet dat, broer, ik zie dat gelijk aan de persoon, man. Ik zie niet zo, ja. Weet toch, we gaan samen trainen, we gaan samen knokken, weet toch? Sowieso pushen. Ja, man. We gaan praten, broer, sowieso. Wanda, broer. Ik wil jou niet zo zien, man. Ik hou van jullie, man. Ik hou van...
Allemaal geven. Kijk, ik begin nu ook een beetje emo. Eentje help man, we zijn soldatenbroer. We hebben hart van leeuw. Het is niet voor ons volk. We zijn hier met Mohamed Jaraya. Als jullie hem willen zien vlammen tegen Myrtle Groenhart, wat moeten ze doen? Ze moeten naar mijn Instagram gaan en er staat een link op. Hij heeft die link in zijn kaart bestellen om een slowpartij te kunnen zien. Oké, dan. Wat? Ik kan er niet veel over zeggen, maar je hebt me zojuist gezegd hoe je het gaat aanpakken. Geen probleem. Ja, we hebben er vertrouwen in. Ja. Wat ga je brengen aan tafel? Wordt het vuurwerk? Wat ga je brengen aan tafel? Waar moeten mensen een kaartje voor jou gaan kopen? Mensen die voor mij een kaartje kopen, die weten waarvoor ze een kaartje kopen. Ik breng wat ik altijd breng, dat is niks minder als vuur. Gewoon altijd vuurwerk, 100% vuurwerk. High effect, vuurwerk. Ik zie dat tussen jou en Myrtle. Tussen ik nooit. Tussen jou en Myrtle, ik weet niet, hij is nu al een bepaalde... Iets. Hij houdt ook van pesten. Want ik zag op zijn Instagram dat hij ook soort van een beetje liefde... Ja. Je hebt pesten en je hebt gewoon kinderachtig. Hij is gewoon kinderachtig, begrijp je? Ik ben normaal een pestkop, maar hij is gewoon kinderachtig. Ik ben benieuwd, man. 77 aanpakken. Zeker, bro. 100%.